Als je deze roos bekijkt, zie je dus dat die roos die is wit met een beetje roze. En tussen die blaadjes door zie je wat schaduwen en zo. We zijn allemaal in dezelfde tint. Wit en roze en noem maar op. Als je nou kijkt naar dit schilderij, dit is een groot schilderij. En dan is het dus zo dat die tussenvlakken tussen die blaadjes, die zijn in dezelfde kleur als de achtergrond. Ik kan niet zo goed zien met deze belichting. De achtergrond is heel mooi diep paars. En waarom heb ik nou die tussenstukken dezelfde kleur gemaakt als de achtergrond? Om aan te geven dat dit niet zomaar een roos is. Dit is een roos waar je helemaal ingezogen wordt. En daarom heet hij ook Sub Rosa. Sub Rosa is een term voor onder ons. Iets wat onder ons moet blijven, dat heet Sub Rosa. Dat is een term die bij diverse groeperingen gebruikt wordt. Nou, dan lopen we even rond. Dan zien we nog wat ander werk. Ja, het leuke van dit schilderij is dat heb ik nageschilderd, nageschilderd van een poster. Dat is een poster van Victoria Francis, die schildert allemaal gothic-achtige schilderijen, vampieren en zo. Ik vond het gewoon leuk om eens een keer iets heel moeilijks te doen.